was de grote arm van de John. Nou, zo groot zijn ze niet hoor. Hey, hallo, hier Judith van Judith op Budget. En Judith in de kitchen.com. Maar vandaag Judith op Budget. En mijn lieverd Johnny. Ja, ik ben vandaag weer eens het licht kunnen bewonderen. Ja. Ja, is de laatste tijd weinig voorgekomen. Ja, zelfs in het weekend niet. Toch? Wel. Ah, dan wel. Het budget. We gaan de maand afsluiten. Ja, ik... En er zijn wel dingen veranderd, dus ik doe nu ook de vaste uitgaven toch een beetje erbij. Ja. Oké, helemaal goed. Veel is hetzelfde gebleven, maar ik heb vanwege de verhuizing heb ik alvast alle gemeentebelasting betaald. En de waterschapsbelasting kwam eindelijk binnen, dus die heb ik ook gelijk in één keer zo helemaal overgemaakt. Mocht er nog vragen zijn, je hebt ze gelijk. Ja, €685,09. Wat deed je nou? Niks. Jawel, je deed iets met je bril. Ja. Het komt volgens mij door het licht daarvan dat ik het even niet glanst op mijn bril verkeerd. Ja, we hebben even een beetje een kunstlampje schuin achter jullie staan. Dus. Nee, dus alle gemeentelijke belastingen zijn bij deze betaald en waterschapsbelasting. Want ja, ze gingen naar een ander systeem. Bij PWN dat, want daar zitten wij, dus dat is hoogheemraadschap. Noord-Holland-Noord of zo. Noord-Holland-Noord, ja. Ja, en die gingen naar een ander systeem. En de belastingssysteem en hun systeem wilden niet met elkaar communiceren. Ze deden het vroeger op een andere manier op de WOZ-waarde en nu deden ze weer anders en daar ging het fout. Ja, vroeger deden ze het op een... maar dan heb ik het over jaren terug. Toen ging het nog op een bierveldje? Ja, toen gingen ze... Daar gingen ze iets automatischer. Sigaren uitwisselen, ja. Dus ja, dat. En nu zijn ze met de kiezelsteentjes bezig, hè? Ja, maar dat was dus het enigste wat even anders was. En die wou ik wel even apart noemen daarom. Normaal was €77,13 en nu is het €685. Dus ja, een klein verschilletje. Dan gaan we naar de uitgaven, de variabelen. Ja. En ik ben trots op de eerste. Waarom die klap? Omdat ik trots was, dat drukte echt extra door. Oké. Ja, nee, vraag maar wat. Want ik vroeg al aan John of hij even wou raden hoeveel we aan de boodschap afgelopen maand hebben besteed. Nou, dat was geen €437. Nee. Het is ook geen 400, ook geen 300, zelfs geen 200. Nee. 150 heb ik helaas net niet gered. Is dat het bedrag? Ja. Wow. Dus... En één week vakantie, dus dat is niet gelijk duizenden euro's die we anders wel hadden besteed. Dat, Dus we hebben een verschil van €271,77 op het bedrag wat ik net noemde. Ja, ik heb in totaal... Kijk, en dan nu mogen ze meerekenen. Ja, we horen het graag in de comments. Ja. En jullie gaan in shock zijn, hè? Ja. Dus nu moeten ze allemaal terug gaan kijken. Wat ja, nu moeten ze terugkijken, ja. Die was gemeen, hè? Die zou geen niet aankomen. En wie het juist heeft, die krijgt iets. Krijgt de pluim. Ja. En de duim. Nou? Ja. OV, ja, want dat weet ik niet waarom die er nog tussen staat. Nou, omdat ik... je kreeg vandaag weer je factuur. Ja, nee, ja, die had ik verleden week al gehad. Nou, wat fijn! Ja, heb ik je niet laten weten. En iedere maand komt er een factuur via de mail. Ja. Van de NS naar John toe. Ik heb hetzelfde abonnement, maar ik krijg hem niet. Maar John krijgt iedere maand een factuur van €0. Ten opzichte van aankomend weekend. Oh ja, dan ga je. We gaan geen abonnement even opzetten, want dat kost geld. Nee. Het werd betaald. Ja. Ja, zie. Ja. Hij heeft een feestje van zijn werk. En moet na alle klaar, ik geloof €3 is dat of zo. Geen idee.
Ik moet naar Alkmaar met de trein en we krijgen er 10 euro voor, geloof ik. Ja, volgens mij vind je wel iedereen. Ja, ik denk dat het ook wel hard nodig is, want op de terugweg zal ik wel begeleiding nodig hebben van de conducteur. Wat dan misschien wel de oude eigenaar van het huidige huis, dat zou pas lachen zijn. Dat zou pas een feestje zijn, ja. Dat wordt echt lachen hier in Brilhoorn. En dan moet ik ook nog met mijn collega's zijn. Nou, dan kunnen ze, kan niet helemaal zijn jas aan de kapstok hangen. Want ze kennen elkaar allemaal. Het wordt echt wel. Ik zou gewoon eerst in de trein naar Schagen en in de gemaakt uitstappen. Ja, nou, ik ken iemand op mijn werk. Dat als hij hem spot, terwijl hij ook op de trein zit, dat hij al geen leven heeft. Ik heb nu wel medelijden, stel dat maar er met alle onverwachte dingen bij ons in ons leven. Nou, de kans is aanwezig. Ja. Vakantie, we hebben vakantie gehad. Ja, daar had jij 1465 euro voor. Nog voor in de pot zitten. Ja, voor gebudgeteerd wou ik zeggen, ja. Ja, voor de vakantie van het hele jaar, zeg maar. Had ik nog 1465 euro over. En hoe krijg je het dan voor elkaar om het verschil van 88 euro en 88 centen in verschil? Nou, ik vind het echt... Hebben we weer knap dan. Ja. En een lekkere vakantie daarvoor gehad. Ja hoor, heerlijk. Ja, was ook echt, echt even nodig. Ja. Ik zei ook wel eens... Ik stond echt op het punt van breken eventjes. Ja, je zat even in een diepje. Ik zat er even goed doorheen, ja. Ja. Ja, ook ik kan er wel eens doorheen zitten. Heeft hij wel eens last van? Ja. Tegenwoordig geef ik het eerlijk toe. Ja. En die 12 euro werken ook. Dat waren, ik denk dat de broodjes gehaktbal waren. Bij moeders. En bij moeders is een ja, snack waar broodjes... Redelijk nu om de hoek tegenover het gemeentehuis en achter het politiebureau dus. Van horen. Ja. Ja, ik denk ik zal het eens even makkelijk houden. Ja. Nu gaat iedereen bij moeders horen. Die we echt niet hebben. Ja, ga er maar eens heen ook. Ja, dat is misschien wel eens een ik mag niet. Oh nee, mag niet. Kleding. Ja, daar had je voor gebudgeteerd min 114 euro. Ja. Maar ik had winterjurkjes nodig. Ik heb ze nog niet gedragen, want ik moet nog even op zoek naar mijn laarsjes en die zijn ergens. Ik heb er wel mijn hoge laarzen gevonden, maar die heb ik gewoon uit de opslag meegenomen pas. Maar ik weet niet waar mijn kleine laarsjes zijn. Die zijn ook in de opslag en er zijn er... je hebt een paar die hebben de... overtocht naar de opslag niet eens gehaald. Dat waren mijn rubberlaarsjes zeker? Nee. Welke dan? Je had een gladde paar en je had een suede paar. Ja. Een van die twee die was al zo ver weg, die heeft de overtocht niet gehaald. Als de hakken al hol zijn, waar je gewoon het vierkantje in ziet, dan kun je ze laten om. Ja. Ja, dan ga je naar de hakkenbar. Ik ben al een hakkenbar. Ik ga wel, hè. Ik moet nog een uitgave aan kleding doen. En dat zijn nieuwe laarsjes Cabot. Ik hoor je niet. Ja, van Cabot. Ik ben Cabot. Het Cabot. Hakker. Klinkt heel chic, maar het is gewoon Duits hoor. Dus het is eigenlijk Gabor. Dat is Gabor? Gabor. Klinkt chic, maar... Ja, dat is een van de weinige merken waar je goed op... En John die had werksokken nodig. Ja, ik heb er ook maar gelijk een paar gehaald. Ik zie wel dat we een beetje een wipperend beeld hebben. Ja? Wipperen we? Ja, we zijn ook nerveus. Nee, als jij duist je niet. Als jij beweegt, jij zorgt voor... Ja. Ik zorg voor de wibbering. Nu weer niet. Iedereen krijgt ook altijd gewoon fijn de bibberspannen. Misschien staat hij tegen een stoel of zo, dat jij tegen de stoel aan tikt of zo. Nou, het zou kunnen.
Dus ik heb 40 paar sokken, geloof ik, voor hem besteld. Ja, ja, 40 of 45 paar, ja. 40, want het was 2 keer 20. Want er was 10% korting. Je kan eens hoge nood hebben. Ziektekosten plus standaard, maar het waren ziektekosten. Waarom dan gewoon niet 40 sokken? Nee, het zijn dus 80 sokken. Zijn dus 80 sokken? Ja, ik heb het al. Kom op! Wat ziektekosten. Wat moet je ermee? Nou, gewoon aantrekken. Ze hoeven niet allemaal... Hij heeft een jaar om ze te verslijten, want dan krijgt hij geen nieuwe. Nee, ja, ze hoeven ook niet allemaal in één keer om hetzelfde been. Zo, nu gaan we verder. Ziektekosten. 145 Gelukkig euro. Twee benen. Maar... een beetje van mij en een beetje van John. Veel van mij, weinig van John. Ja. Maar de komende keer is het veel van John en niks van mij. Ja, zijn reuma-latoloog ding was eraf gegaan. Ja. Ja. Ja, daar heb ik ook helaas weer een visite bij. Pas in april. Oh ja, pas in april. Dus het was €145,57 als ik dat nog niet had gezegd. Dan heb ik dat nu wel nog gezegd. Brandstof. Ja, die stijgt de pan uit. Werkelijk. Nee, want er ging één brandstof bij de vakantie in. Want daar gingen we mee. We hebben weer op de hele vakantie gereden, zeg maar. Dat was wel een dure, want die was aan de snelweg. Ja. Was dik €90 ook. Was best even minder. Was ook tussen twee files in, ja. Ja. Maar onze auto zei inmiddels van, nou, jullie kunnen nog zoveel rijden en je moet nog zoveel kilometer. Maar die zei ook af en toe andere afstanden. Nou, hij maakte er een soortje van. Maar zijn berekeningen zijn vrij accuraat. Ja, dat klopt. En we hadden nog, toen we terugkwamen, €80 ergens in Duitsland, geloof ik, getankt. Als je in Duitsland energie kan tanken, dus elektriciteit. Kan laden. Dan is het gratis. Kun je dat heel gratis doen? Wij waren naar Wieken. En wij hebben ergens geparkeerd. En toen zei een man, dat we vroegen maar af wat de parkeerkosten waren. En ik kon het niet betalen, want ik had niet het juiste losse geld. En mijn bankpasje wou die niet. En die man zei, nee hoor, dat betaal je gelijk met je energie. Nou ja. Dat vond ik een goeie. Helemaal. Tuurlijk. Top. Doe maar. Dus wij steken de stekker erin. Ja, ik kwam allemaal goed. Mooie groene vlakken, dat vond ik wel. Dus waren hele groene plaatsen. Groene energie. Nou, en toen keek ik s'avonds in mijn app van de energie. En toen zag ik 0,00 cent staan. Ja. En toen keek ik later, ik ging een keer maar eens uitzoeken over de energie bij hoe heet het? In Duitsland. En het bleek dat je op sommige plekken gewoon gratis plekken hebt die niet bij een supermarkt of zo zijn. Ja. En toevallig die twee plekken hadden wij gevonden. Ja, en een hele hoop, net wat jij zegt ook met supermarkten en dat soort dingen. We hebben wat bij de Aldi gestaan, en Lidl volgens mij. Ja, wat grotere winkelketens die bieden de klanten gratis. Is het wel alleen dat je daar met een parkeerschijf moet parkeren en dan niet langer dan zo van mag staan. Ja. Dat legt een beetje aan... Maar dat verschilde ook weer, want het was ergens anders weer niet. Ja. En dan moesten we wel betalen, ik geloof dat we 36 cent hebben betaald toen, dus was ook spotgoedkoop. En uiteindelijk waren €129,23 kwijt. Ja. Verzorging deden we niet aan, we stinken gewoon. Ja, we douchen ook wat minder. De verhuizing was meer hier in huis dat we uit hebben gegeven dan dat wij komen voor de verhuizing. Hoewel we ook een paar dingen bij IKEA hebben gehaald die we straks ook weer gebruiken. En waren we €22,73 hebben we al uitgegeven. En ik heb even ongeveer €6.000 gebudgeteerd. Ja. Moest wat. Ja, want daarin zit ook het schilderwerk waarschijnlijk. Dat we het even geschilderd hebben hier ook. De dingen die we voor de stylisten moesten aanschaffen. Dat soort dingen. Ja. Dus daar valt nog best wel mee. En divers hebben we niet gehad. Nee. Dus eigenlijk een hele saaie maand. Ja. En dan hebben we dus iets aan de boodschappen uitgegeven. Wat jullie mogen uitrekenen.
Ja. Dus ik hoor wel wat het is. Zal ik nog even zeggen wat het budget was? Nee, dat hebben ze kunnen horen. Ja, want het is verteld. Ja. En jullie weten waar het tussen zat, want dat heb ik ook gezegd. Ja, dat klopt. Dus. Misschien ben ik die 6 cent vergeten. Nee, die heb je ook gezegd. Heb ik die ook gezegd? Volgens mij wel. Oké. Nou, was het meer, hè? Ja. Dat is weer even gezellig onder onsje, toch? Ja, en we zijn dus goed bezig de vriezer aan het leeg eten. Op wat bolletjes daar kan alles nu in de staande vriezer. Zit alles in de staande vriezer? Is het daarom zo koud net? Koud? Ja, dus je bent de vriezer aan het leeg eten. Dat meldt je mij niet. En dan warm je het niet even op. Nou, wat doe je? En wat me opvalt, dat is dat op dit moment heel veel mensen met slowcookerfilmpjes kijken. Echt, die gaan de pan uit, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Wil je er daar meer van? Meld het. En mogelijk in het nieuwe huis, hè? Gaan we daar eens even... Ik heb al verteld aan de mensen in het filmpje wat hierna online komt. Dat zijn 3 slowcookerrecepten. Dat ik ook voor de kerst weer vlogmas ga doen. Dus weer een paar dagen achter elkaar online kom. Met recepten voor de kerst. En dat ze ook dit huis wel eens op de film kunnen zien. Omdat we anders wekenlang kerst zitten te eten en dan met de kerst denken... Geef mij maar zuurkool. En eigenlijk zien we de kerst bij ons vieren. Zijn ze niet blij met zuurkool? Nou, al mijn familie wel hoor, die van jou niet. Als... Ja, als zit je daar een bak met droge toos neer, gaat die op. Ja, dat bedoel ik. Geen zonnemoes dan dit jaar van de visboer hier. Nee. Moeten we maar kijken hoe de zonnemoes uit Schaag is. Of omstreken, of... Of wordt het opeens zelf maken? Dat zou wat zijn. Nou, jullie gaan het allemaal wel zien. Ja. En de volgende budgetafsluiting is... In het nieuwe huis. Is dat dan al? Ja, nog, als ze dit zien, denk ik nog 26 dagen. Goh. Kun je nagaan, ik ben zoveel weg. Ik weet het niet, ik hou het niet eens bij. Ja, en inmiddels hebben we al aardig wat kijkers gehad en dus mensen zijn redelijk enthousiast en ik denk dat deze week te kijken de koper ertussen zit. Nou, de koper zit ertussen deze week. Hebben wij besloten, dus dan is het ook zo, dan gaan wij visualiseren. Ja, die zit er gewoon tussen. Nou, allemaal weer bedankt voor het kijken. Ja. Hoop dat je het leuk vond. Sorry als de beeldkwaliteit even wat minder is. Het kwam door mij. Kwam door John. En tot de volgende. En vergeet niet abonneren. Laat weten hoeveel ik nou toch al die boodschappen heb uitgegeven. Had ik het bedrag voor de komma ook al genoemd? Hè? Huh? Had ik het bedrag voor de komma ook al genoemd? Nee. Ja, wel. Je hebt dat bedrag gewoon genoemd. Ja, helemaal. Ja, succes! Doei!